Als ik terugkijk op mijn 10 jaar studie aan de VUB, waarbij ik die gecombineerd heb met mijn topsportcarrière, dan kijk ik mooi terug op een periode waarbij je heel veel balans in je leven hebt, waarbij je terug telkens met de voetjes op de grond wordt gezet na een mooie overwinning of na een leuke periode bij de nationale ploeg, om dan terug naar jezelf te keren en eigenlijk het gevecht aan te gaan met je boeken. Ik vond dat altijd een redelijk mooi moment en een beetje een humble moment om terug daaraan te beginnen en terug gewoon jezelf tegen te komen. Ik vond dat altijd een moeilijke, maar waardevolle periode. Je hebt twee verschillende werelden waar je eigenlijk een beetje afleiding vindt van de andere wereld. En voor je mentaal welzijn is dat iets heel belangrijk, denk ik, dat je even een beetje afstand kunt nemen op de momenten dat het kan van het ene. En dan vind je meestal wel een beetje rust in het andere. En ja, het combineren van de twee vraagt heel veel skills dat je anders misschien niet zou gebruiken of minder zou ontwikkelen. Ik heb het gevoel dat u echt als mens verrijkt. Soms als je alleen op je sport focust, zit je volledig in die wereld. En dat is ook niet altijd gezond, vind ik. Mij helpt het echt om naast die sport nog die studies te hebben, zodat ik niet volledig heel de tijd bezig ben met die sport. Ik denk dat u ook verschillende competenties geeft voor de rest van uw leven. Bij de sport moet je gewoon naar uw training gaan en presteren. Maar met die studies ga je ook leren plannen, die zelfstandigheid ga je verder ontwikkelen. En dat zijn allemaal wel enorme voordelen, denk ik, aan die duale carrière. Voor mij zorgt het voor een soort van mentaal evenwicht tussen beiden. Aan de ene kant had ik die harde trainingen van de hockey of die harde wedstrijden. En om daarna terug te keren naar die studies zorgde ervoor dat ik even mentale rust had. En dan had ik het omgekeerde ook. Dus als ik dan een zware examenperiode had, dan gebruikte ik mijn sport om even uit die studies te gaan. Dus dat zorgde voor een perfect evenwicht eigenlijk. Natuurlijk, er zijn maar een handvol snowboarders dus die echt kunnen constateren met de rest van hun leven nog van kunnen delen. Dus ik doe dat ook natuurlijk als backupplan een beetje. Dus moest ik mijn sport niet hebben, dan heb ik toch iets om teruggevallen. En ik ben ook iemand dat graag bijleert, dus ik kijk vaak tegenop tegen de examens, maar dan vaak als ik dan bezig ben en ik heb zoiets ik ben slimmer aan het worden, dan vind ik dat al minder erg. Onze periode bij de VUB ons ook geleerd heeft om breder en verder te kijken naar waar we enkel mee bezig zijn. Dus bij ons is dat sport en hockey. Op schoolvlak, ik vond het moeilijkste de voorbije jaren, vond ik de groepswerken vooral, omdat aangezien ik mijn jaren eigenlijk in de helft opsplits. Dus de mensen waar ik nu, in de tijd mijn eerste bachelor ben begonnen, die zijn ondertussen al 2 jaar afgestudeerd. Dus en zeker ook met COVID, ik kwam dan nooit op de VUB, nooit op de campus. Dus ik ken eigenlijk bijna niemand in mijn jaar. Dus als er dan een groepswerk moet gemaakt worden, dan is dat wel een beetje, wie ga ik dat doen? Dan moet ik kijken of er nog ergens een groepje nog vrij is. Er zijn momenten in het jaar dat sport sowieso voorrang krijgt. Er zijn momenten in het jaar dat het academische school een klein beetje voorrang krijgt. En ik denk dat het belangrijk is om die balans te vinden. Dat is sowieso trial and error. Dus je gaat soms, je moet leren uit je fouten. En dat is iets wat ik denk ik wel over jaren gedaan heb. Ja, mijn studies duren nu al vrij lang. Duren nu 10 jaar over. Maar anderzijds vind ik dat ook positief, omdat ik op die manier heb ik echt 100% kunnen zijn in mijn sport en in mijn studies. Als je mij in het begin had gezegd dat ik er 10 jaar over ging doen, dan had ik dat misschien niet geloofd en was ik er misschien niet aan begonnen. Maar gaandeweg heb ik er wel in geloofd dat ik op die manier beide tot een goed einde kan brengen. Zowel de gemiste Olympische Spelen van 2012, we waren toen nog wat jonger, maar dat was toch wel een zwaar moment. En dan het WK 2014, waarbij ik met een schouder uit kom met 10 dagen voor de start van het WK. Dat zijn zo twee key moments in mijn carrière. En achteraf gekeken, kom er altijd beter uit. Maar op die moment valde wel terug op je sociaal leven, op je ouders, je close vrienden, die dan ervoor zorgen dat je andere aspecten van het leven gaat ontdekken, die
misschien in een topsportcarrière minder aan bod komen? Ja, het is natuurlijk ook niet altijd even makkelijk. Soms is het heel druk aan beide kanten en dan kan het heel veel zijn op een bepaald moment. Want dan moet je de twee echt evenwaardig jongleren. Met heel veel dingen die in je hoofd omgaan. En, gelukkig zijn er, ja, zijn er mijn ouders, maar ook medestudenten, waar dat je dan wel terecht bij kunt voor info. Natuurlijk, ja, de dienst Topsport en Studie, die helpt waar het kan. Niet enkel het organisationele, maar ook, laat ons zeggen, de menselijke component. Als het even, ja, iets minder makkelijk is, dan willen die ook zonder probleem luisteren en bij wijze van spreken even uit hun functie gaan van Topsport en Studiebegeleiding op de, op het hele organisationele en het regelen van alles. Maar dan kun je daar ook als mens gewoon tegen praten en dan willen die ook wel helpen. Het was voor mij best een moeilijk seizoen. Ik heb er wel heel hard van afgezien natuurlijk. Ik had mij voorbereid. Je bereidt u de voorbije 4 jaar op die spelen. En dan uiteindelijk heb ik dan bericht gekregen dat ik niet mocht gaan. Dat deed natuurlijk heel veel pijn. Ik heb daar wel heel veel steun gekregen van mijn familie. Vooral van mijn ouders, maar ook van mijn broer, van mijn vriend, van mijn manager. Nog altijd trouwens. Ik heb daar in het begin, ben ik ook direct terug naar de bergen vertrokken om daar een beetje mijn zinnen op iets anders te kunnen zetten. Maar dan, ik weet, een maand of 2 maanden later, na het hele gebeuren, had ik wel spijt dat ik mentale welzijn, of moet ik het zeggen, eigenlijk niet op de eerste plaats heb gezet. Want ik zat toen ook al een tijdje zonder psycholoog. En dan ben ik dus de zoektocht naar een psycholoog. Ja, dat is natuurlijk niet zo. Het moet natuurlijk wel een match zijn. Maar ik heb er ook heel veel aan. Ik babbel ook veel met mensen of de mensen rond mij. Daar kan ik wel altijd terecht. En ik vind, het doet ook vaak heel veel deugd om een keer met uw emoties los te laten en tegen de mensen dat omgeven te praten. Ik heb het jaar van de Olympische Spelen van 2012 een beetje een mentale dip gehad. Ik zette mezelf heel veel onder druk in die periode, want ik was toen genomineerd voor beste jongere speler, jonge wereldspeler van het jaar. En voor mij was dat toen een moment dat ik dacht, ik moet de beste zijn. Ik moet de beste zijn in alles wat ik doe. Ik moet de beste zijn in mijn studies, in mijn hockey, als vriend van mijn vriendin, als zoon. En dus dat was eigenlijk een moment waar ik later op terugkijk, dat ik dacht van, ik wou de perfectie nastreven, maar dat is mij toen niet gelukt. En ik heb daar heel moeilijk mee gehad. En toen heb ik mij ook net geblesseerd. Dat was ook tijdens de Olympische Spelen, is mijn schouder ook uitgekomen gegaan door een val. En dat was ook een moment die ik daarna heel veel uit geleerd heb, omdat ik toen ook even terug met die voetjes op de grond ben gekomen en afstand heb kunnen nemen van mijn sport. In het begin was het niet gemakkelijk om die goede balans te vinden tussen sport en studies. Dan heb je wilde liefst zoveel mogelijk vakken opnemen, omdat je er ook niet te lang over wilt doen. En dan heb ik wel eens een periode gehad van oei, het wordt hier allemaal wel even te veel. Maar dan heb ik wel die klik kunnen maken van oké, het maakt mij niet uit of ik nu mijn diploma heb of binnen 10 jaar. En dat heeft mij ook voornamelijk veel rust gegeven. Ik denk mijn familie en vrienden hebben mijn keuze daarin ook altijd heel erg gerespecteerd. Ze hebben mij daar ook altijd heel erg in gesteund. Ze hebben mij nooit gepusht van je moet nu direct je diploma hebben. Daarnaast ook ja, Sport Vlaanderen en de dienst Topsport en Studie stond ook altijd klaar voor mij. Ze hebben mij echt, zeker in het begin, toen dat allemaal nog nieuw was, hebben zij mij leren, ja, leren praten met die proffen, dat contact gaan opzoeken. En dat heeft mij zeker wel enorm hard geholpen. Voor de beginnende topsportstudenten, ik denk dat het heel belangrijk is dat je keigoed communiceert met heel je omgeving. Zowel met je medestudenten als met je federatie bijvoorbeeld of met je trainer, als hier met de VUB, dat iedereen op de hoogte is van je doelen en je prioriteiten op elk moment in het jaar, want ja, die wisselen natuurlijk. Dat er geen misverstanden zijn, dat je zo weinig mogelijk zorgen moet maken over die dingen. En dan ja, ten tweede is, leer zoveel mogelijk ook van oudere topsportstudenten of gewoon uw ouders of andere mensen die daar ervaring mee hebben.
plannen is key, denk ik. Dat heb ik altijd gezegd, dat is nog altijd zo. Dat is niet makkelijk, dus ja, maak je ook geen zorgen als je foutjes maakt, want daar leert je uit. Dat is gewoon zo. Ik denk dat dat toepasbaar is op de meeste dingen in het leven wel. Maar dus schiet jezelf niet voor je hoofd als je een foutje maakt. Dat is helemaal oké. Gewoon naar het leren en dan komt alles wel goed.